Goedemorgen, we zijn hier net aangekomen bij de start van de challenge. We zijn nu de laatste dingen aan het checken hierachter. Het paneel is mooi schoongemaakt en zo meteen gaan we knallen. Vandaag is de allereerste dag van de Sasol Solar Challenge. We hebben er echt heel veel zin in. Zometeen om 9 uur beginnen we en dan rijden we terug naar Heidelberg. Dat is waar onze controlstops en loopstops plaatsvinden. Daar doen we wat loopjes. Het idee is om 7 loops te gaan rijden vandaag. En na de controlstop rijden we door naar Sasolburg, waar de finish is van dag 1. Ik ben heel trots op wat we gedaan hebben. Het is echt een topteam. Met deze combinatie was het mogelijk om dit allemaal te doen. Maar anders was het niet mogelijk geweest. Ik ben heel trots op iedereen en op het team waar we nu al zijn. Zonder dat we nog een meter gereden hebben in de challenge. We zijn zojuist binnengekomen op de eerste dag finish in Sasolburg. En vlak voor de finish kregen we nog de gelegenheid om Delft in te halen. We zijn nu net voor Brunel Solar Team de finish opgekomen. De tijd dat we binnenkwamen was exact 5 uur, 0 minuten en 0 seconden. En Optus is nog onderweg. Die hebben een extra loop gereden. We weten niet hoe laat ze binnen gaan komen. En we weten dus ook niet wat voor straf ze gaan krijgen. Dus we hebben geen idee of ze er een voordeel uit halen of niet. De stemming is heel goed. Iedereen is hartstikke enthousiast. En nou ja, het is gewoon genieten. Iedereen is blij met het resultaat van vandaag. We hebben weinig foutjes gemaakt. En dat voor een eerste dag is echt heerlijk.